BNR Werkverkenners. Ze zijn inflexibel en handiger met computers dan met mensen. Thomas van Zeil. Tot zover de vooroordelen over mensen met autisme. Tijdens de Autisme Week gaan we over naar de realiteit van autisme op de arbeidsmarkt. Mijn gasten van vandaag zijn Jolie Luijks, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, Gijs Horvers, ervaringsdeskundige en coach, en Peter van Hofwegen, oprichter van ITVT, dat IT'ers met autisme opleidt en uitzendt. Welkom allemaal, Jolie, laten we bij het begin beginnen. Wanneer heeft iemand een autistische stoornis? Uh, nou, iemand heeft autisme. Uh, nou ja, vaak begint het met dat iemand op een of andere manier toch vastloopt in zijn leven. En denkt van, god, wat is er met me aan de hand? En dan moet er eerst echt grondig onderzoek gedaan worden... om vast te kunnen stellen dat iemand autisme heeft. Dus dat gebeurt niet zomaar. Maar dat is een verzamelnaam, hè? Er zijn heel veel verschillende soorten en vormen. Ja, er zijn verschillende soorten en vormen van autisme. En uh, dat vertelt gelijk natuurlijk ook iets... dat we niet alle mensen met autisme over één uh, kam kunnen scheren. Dus we niet kunnen zeggen dat ze allemaal last hebben van dezelfde... Dingen die ze moeilijk of lastig vinden. Dus dat echt ook. Wil je met mensen met autisme op de werkvloer werken? Het heel belangrijk is dat je ook daar maatwerk levert. De definitie is de afgelopen jaren uitgebreid. Verbreed. Waarom? Uh, nou ja, de DSM, uh, dat is het, uh, een groot boek van de psychiaters, zou ik maar zeggen, wat wereldwijd gebruikt wordt. En uh, daarom, daarin is de klassificering, dus hoe je autisme omschrijft en hoe dat uh, samengepakt wordt. Dat is allemaal heel ingewikkeld, zal ik hier niet allemaal uit gaan leggen, uh, is aangepast en veranderd. En uh, daar heeft dat ook allemaal mee te maken. Gijs, we kunnen het concreet maken, want jij hebt autisme. Wat, wat heb je dan? Wat heb je dan? Nou, ik ben gewoon een mens ten eerste instantie. En uh, laten we daarna kijken. En sommige dingen worden bij mij wat uitvergroot. Als ik uh, stress heb op de werkvloer, ik ben zelfstandig ondernemer. Um, en soms delen hele boel niet meer overzie. Dan heeft dat veel meer invloed dan bij een werknemer zonder autisme. Maar dat jij het overzicht even niet meer hebt, kun je dat herleiden naar... Dat autisme, of kan het ook zijn dat je het gewoon te druk hebt, net zoals andere mensen het ook wel eens te druk hebben? Ja, als je op een gegeven moment een bedrijf hebt en 60 uur in de week werkt, dan kun je het inderdaad gewoon te druk hebben. Maar anderzijds is de invloed is veel groter. Dus er gebeuren mij gewoon menselijke dingen. Maar die menselijke dingen die hebben door het autisme veel meer invloed. Doordat de informatie zeg maar, anders in je hoofd verwerkt wordt. Maar nu weet ik eigenlijk nog steeds niet welke vorm jij hebt. Of kun je dat niet zo uitdrukken? Ik, ik weet niet onder welke vorm ik val. Kijk, mensen zeggen soms: Gijs, je hebt licht autisme. Ik geloof niet echt in licht autisme. Een beetje zwanger bestaat ook niet. Ik uh, zie wel bij mezelf dat wij nu gewoon leuk met elkaar staan praten. Ben ik kan, jou, nu, kan te jou, gaan. jou aankijken en dat soort dingen. Maar anderzijds, op een moment dat ik wel heel veel die stress heb, kijk ik jou niet meer aan en zit ik misschien zelfs wel te wiegen en dan denk jij, oh wat een eng persoon. Nou, als je oh. dat voor de vorm nog even wil doen later in deze uitzending, dan weet ik waar je het over hebt. Ja. Peter van Hofwegen, wordt het ook te vaak gezegd dat mensen autistisch zijn? Wordt heel vaak ook gezegd van mensen die niet zo communicatief vaardig zijn, oh dat is dan een beetje een autist. Nou ja, wij zien autisme liever als neurodiversiteit. Dat is veel um, mooier om zo op, op deze manier naar mensen te kijken. Dat klinkt al mooi, maar wat wil je ermee zeggen? Nou ja, um, dan, waarom is iemand met autisme eng? Dat is al. Um, wij maken het dagelijks mee. Wij brengen mensen naar de arbeidsmarkt en wij vinden ontzettend veel koud watervlees. En wij begrijpen eigenlijk niet waarom dat is. Wij gaan ook naar het buitenland, omdat culturele diversiteit zo ontzettend leuk is. Dus waarom is neurodiversiteit opeens eng? Omdat het moeilijk is om iemand te begeleiden op de arbeidsmarkt, denk ik. Ja, daar helpen we dus ook mee. Wij plaatsen uitsluitend mensen met coaching. Um, maar dat is na een jaar, houden we daarmee op. En dan kunnen we nog wel inkomen vliegen als het nodig is. Maar dan is het eigenlijk helemaal niet meer nodig. Je hebt het over koudwatervrees. Wat zijn de moeilijkheden van mensen met autisme die een baan zoeken? Nou, allereerst um, uh, maken wij mee dat mensen um, zichzelf veel moeilijker kunnen presenteren op de arbeidsmarkt. Um, dus eigenlijk op... gaat het bij het sollicitatiegesprek al lastiger worden? Oh jazeker. ja, zeker. Ja. Jezelf verkopen is voor iemand met autisme uitermate moeilijk. Kan. Hij, jij bent de eigen baas, dan heb je ook geen sollicitatiegesprek nodig, maar is dat ook een beetje uit nood geboren? Nou, ik ben, uh, ik heb eerder als zelfstandig vormgever gewerkt. Dat ik erg veel last met klanten, hoe presenteer ik me dan? Hoe vertel ik mijn verhaal? Daar heb ik heel veel in moeten leren. Daar heb ik langer over gedaan dan iemand zonder autisme? Ik kan me nu vrij goed presenteren, dat is zelfs mijn vak geworden, maar het is wel moeilijker geweest. Dus als je dan naar autisme kijkt, dan zit er ook ontwikkeling in. Maar waarom is dat moeilijk? Want je hebt kennelijk wel dat talent. Het is nu datgene waar je je brood mee verdient. Dat talent, ja, ik, ik weet niet specifiek of talent is. Er roepen ze ook heel vaak van mensen met autisme: die hebben bijzondere talenten. Ik geloof dat iedereen talenten heeft. En als je zou zeggen: gezocht persoon met autisme en talenten. Als je nou zegt gezellige homo gezocht voor bedrijf... dan ben je aan het discrimineren. Dus waarvoor zou dat bij autisme niet zijn? Ik vind autisme doet toch gewoon mee in onze maatschappij. Jolie Luiks, ja. dat sollicitatiegesprek van iemand met autisme... kun jij een beetje schetsen hoe dat zou kunnen gaan? En, en waarom dat lastig wordt? Nou, Het begint vaak al met het dilemma voor deze mensen. Ga ik tijdens het sollicitatiegesprek vertellen dat ik autisme heb of niet? Wat zou je aanraden? Dat kan je ook niet één antwoord op geven. Uh, de een, voor de een zal het verstandig zijn om het wel te zeggen en voor de ander niet. Maar het blijkt gewoon wel in de praktijk dat als je in je sollicitatiebrief schrijft van ik heb een vorm van autisme, dat de kans dat je op een sollicitatiegesprek uitgenodigd wordt uh, heel veel kleiner wordt. En dat is natuurlijk heel zonde. Dus is toch over het algemeen het advies, loop daar niet mee te koop? Nee, maar goed, als je daar, daarna, als je een baan hebt, constant vastloopt, omdat je niet de, uh, de, dat kleine beetje ondersteuning, want het gaat vaak maar om een klein beetje ondersteuning, een paar aanpassingen, als je die niet krijgt en daardoor uh, ja, eigenlijk de, de baan waar je in functioneert uh, ja, misgaat, he, je da, dat toch fout loopt, dat is ook niet fijn, dat is ook niet de bedoeling. Peter heeft er al kort wat over gezegd, maar wat zijn dan de vooroordelen waar werkgevers uh, die autisten nog op afrekenen, of mensen met autisme, laat ik het netjes zeggen? Nou, vooroordelen zijn uh, nou ja, dat ze heel rigide zijn, uh, dat, dat, dat ze niet flexibel zijn, dat ze niet kunnen samenwerken met andere mensen. En dat, niet kan, allemaal wel. dat ja. kan allemaal wel. Ja, maar we kunnen niet, geen, net als mensen zonder autisme, uh, niet overal even sterk in zijn. Geldt dat ook voor mensen met autisme? Alleen ja, wat Gijs net al zegt, uh, vaak is uh, het probleem net even iets in de overtreffende trap. Maar de voordelen zijn echt enorm. Hè? Hele rare dingen krijg ik te horen. Gaat iemand met autisme dan voortdurend naar het toilet? Ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Maar dat soort vragen krijg ik. Dus je moet eigenlijk mensen nog heel erg opvoeden. Het is opvoeden, ja. En dan vooral bij de werkgevers. Of zouden mensen met autisme ook daarin iets kunnen bijdragen? En zich bijvoorbeeld beter kunnen presenteren als ze daar meer moeite voor doen? Het is wederzijds, hè? Het is dus twee kanten van de brug. Beide kanten moeten investeren. Vergelijk het met hoe het was toen uh, vrouwen op de arbeidsmarkt kwamen. Daar, daar was iedereen ook bang voor. En de bedrijfscultuur moest anders. En je, je kon geen flauwe grappen meer maken. En dat is ook heel langzaam gegaan. Dat is een emancipatiebeweging. Ik denk dat autisme die beweging ook gaat maken. De afgelopen drie jaar deed de werkgroep vanuit autisme bekeken onderzoek naar de obstakels en kansen van mensen met autisme op de arbeidsmarkt. Vorige week ronden ze dat project af. Merel van Vronoven is voorzitter van de werkgroep en voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Mevrouw van Vronoven, wat zijn de belangrijkste conclusies van de afgelopen drie jaar? Nou, de belangrijkste conclusies zijn dat er nog veel werk aan de winkel is als het gaat om het echt autismevriendelijk maken van onze samenleving. En dat betekent dus mensen met autisme euh, zorgen dat die volwaardig kunnen mee participeren in onze samenleving en ook zichzelf kunnen zijn. En dat geldt eigenlijk op alle terreinen. Uh, dat geldt op school, dat geldt op het werk, uh, dat geldt uh, in de sport. Je ziet overigens wel dat er heel veel goede initiatieven zijn. In Nederland. En onze taak van de afgelopen drie jaar is ook geweest om al die initiatieven zoveel mogelijk in het zonnetje te zetten. En mensen met elkaar te verbinden. En toch stelt u vast dat, dat het nog allemaal wat autismevriendelijker gemaakt zou moeten worden, onze samenleving. Wat, wat voor concrete aanbevelingen horen daar dan bij? Nou, daar hoort onder andere bij dat de beweging die in gang gezet is, dat die moet worden doorgezet. We hebben ook veel onderzoek gedaan, onderzoek naar bijvoorbeeld hoe lang het duurt voordat iemand een diagnose krijgt. Dat kan veel sneller en moet veel sneller. Een ander is dat bedrijven daarin zien we een aantal goede initiatieven. Dat er autismeambassadeurs zijn die autisme in die bedrijven bespreekbaar maken. Nou, er zijn inmiddels uh, bijna 18 bedrijven bij aangesloten, grote bedrijven. Um, maar dat zou er nog veel meer kunnen zijn. En daarnaast geldt bijvoorbeeld Bijvoorbeeld op school, dat eh, onderwijzers alleen al de bekendheid met autisme vergroot zou moeten worden. om het überhaupt te herkennen, zodat passend onderwijs niet alleen een papieren begrip is. U bent voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Wat zou er bij u op kantoor veranderd moeten worden? Nou, ik denk dat bij ons, we hebben bijeenkomsten uh, voor het personeel en uh, workshops. Uh, um, ik denk dat bij ons ook geldt dat in eerste instantie het vooral gaat om überhaupt het herkennen van autisme. En wat betekent dat nou uh, als iemand dat heeft en waar zitten de talenten van mensen met autisme en niet alleen de beperkingen? Dus het begint eigenlijk allemaal eerst met kennis. En daarna kijken van wat de belemmeringen zijn voor iemand om succesvol te zijn in zijn baan als je autisme hebt. Dank u wel, Merel van Vroonhoven, voorzitter van de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken... en voorzitter van de autoriteit Financiële Markten. Waarom zitten sommige werkgevers juist te springen om mensen met autisme? Zometeen het antwoord. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners. Philips gaat op zoek naar mensen met autisme om ze op te leiden tot IT'er. Die mensen worden gezocht en opgeleid door Werkmans. Onze verslaggever Higo Krant ging langs in Vught. Wij zijn een reïntegratiebedrijf die mensen met een vorm van autisme zeg maar, proberen aan een passende baan te helpen. Dat kan in de ICT zijn, maar dat kan ook als automonteur zijn, dat kan in de zorg zijn. Leo Beekmans, eigenaar en directeur van Werkmans. Een reïntegratiebedrijf zoals je al zegt. Is dat nou anders, zoeken naar autisten? Nee, eigenlijk is het niet anders. Ja, als je het woord autist uh, gebruikt, dan denkt uh, 90% van de Nederlanders aan Rainman, Dustin zult... Hoffman. Een Dustin Hoffman. En je zult zo meteen een gesprek hebben met, uh, met Kevin, een collega van mij, en daar denkt niemand aan uh, Dustin Hoffman, aan Rainman. U heeft zelf hier ook autisten werken. Ja, dat klopt. Ja. Heeft dat voordelen, heeft het nadelen? Dan moet ik ook weer opletten dat ik niet in vooroordelen ga praten. Maar mensen met autisme zijn over het algemeen heel nauwkeurig, heel precies, super gemotiveerd. Dus eigenlijk zeg maar, is dat de werknemer die je als werkgever zoekt. En dan wil het cliché dat ze qua empathische vermogens net iets achterlopen? Ja, dat is het cliché. Ja, sommige mensen met autisme hebben helemaal geen empathisch vermogen. Maar andere mensen met autisme hebben dat juist heel erg. Ja. Nu staan we op de werkvloer. Er zijn hier drie aan het werk. En al zou u mij doodslaan, ik kan niet zien wie hier de autist is. Nee, dat, dat geloof ik. Wijst u me aan. Hier zit hij. Dit is Kevin van der Heijden. Hoi, goeiedag. Goeiedag. U bent nou een autist. Ze zeggen het. Ja. Ja. U lijkt inderdaad niet op ja. Dustin Hoffman. Wel heel erg een beta, zullen we maar zeggen. Um, nou, dat valt eigenlijk ook wel mee. Ik heb een, een best wel menselijke opleidingsachtergrond. Human Resource Management. Ook wel een... Ja, een opleiding waar je veel contact hebt met mensen, ja, ik voel me daar ook prettig bij. Uw collega's tegenover u zijn aan de telefoon, dus ik kan het hen niet vragen. Mm -hmm. Dus ik vraag maar aan u: Er wordt gezegd dat autisten moeilijk kunnen samenwerken, weinig empathie hebben. Is dat zo? Ik heb er absoluut geen probleem mee. Ik vind het juist heel fijn. Um, he? En ik, ik, ik weet ook van uh, mede-autisten, ja, die hebben daar ook uh, vaak geen probleem mee. He? En als we het uh, hebben over de communicatie, is het vaak uh, het inhoudelijk stukje is prettig. Als we het over koetsjes en kalfjes hebben, er zijn er sommige bij die daar moeite mee hebben, maar er zijn ook sommige bij die daar absoluut geen moeite mee hebben. Ga ik dus nog even terug naar de heer Beekmans, eigenaar van het bedrijf. Zijn er nou bepaalde zaken waar jullie op letten wanneer jullie autisten werven? Wij kijken naar kwaliteiten van mensen en we kijken wat de arbeidsmarkt nodig heeft. En natuurlijk zijn bedrijven nu redelijk geïnteresseerd zeg maar, in mensen met autisme, zeker als ze onder het doelgroepenregister vallen. Want dan brengen ze ook veel extra's mee, premiekortingen, loondispensatie, noem maar op. Maar dan zou ik zeggen, zo'n bedrijf dat wil een autist die onder het kwotum valt, maar wel zo goed mogelijk, zoals Kevin bijvoorbeeld. Ja, maar dat willen alle werkgevers. Dat staat los van autisme. Uiteindelijk moet het een win-win situatie worden. Dus degene met autisme die moet goed op zijn plek zitten. En die werkgever moet er ook echt iets aan hebben. Iemand moet een toegevoegde waarde hebben voor het bedrijf. Anders wordt het nooit een succes. U hoorde een reportage van Jigalkrant. En ik praat erover door met Jolie Luijks, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Gijs Horvers, coach en ervaringsdeskundige. En Peter van Hofwegen, oprichter van ITVT. Uh, u leidt mensen met uh, autisme op voor de arbeidsmarkt en vooral met een IT-achtergrond. Ja, klopt. Uh, kunnen we dan ook spreken van een concurrent? Nou, gelukkig zijn er heel veel bedrijven die doen wat wij doen. Wij nemen de hele breedte, wij kijken echt naar het talent van de persoon en dan leiden we op. Dus wij doen het niet op één specifiek gebied, zoals software testen, wat je heel veel hoort, maar we doen ook software development, cybersecurity. Komen we toch uit in een categorie waar mensen met minder verstand van zaken, mensen met autisme heel makkelijk plaatsen, namelijk IT? Ja, eigenlijk is dat heel beperkt. Nou, gelukkig zijn er ongelooflijk veel vacatures. Er zijn tienduizenden vacatures. Dus ja, als dat beperkt is, dan is dat toch een aantal niet beperkt. En dat is wel heel erg passend. Maar er zijn ook andere beroepsgroepen die heel erg passend zijn. Boekhouder, noem maar op. En Jolie, werkgevers zitten om mensen met autisme te springen. Althans, dat heb ik gelezen. Omdat de participatiewet van kracht gaat. Er moeten ja. mensen met een arbeidsbeperking aan het werk geholpen worden? wet van Jetta Kleinsma, de staatssecretaris. Ja... Is dat een beetje vreemd dat mensen met autisme nu als een soort lekker hapje worden weggezet voor die werkgevers? Nou oh ja, lekker hapje. Dat uh, klinkt niet heel sympathiek, vind ik. Maar uh, het is gewoon, uh, ja, uh, het is voor een werkgever aantrekkelijk om iemand met een uh, arbeidsbeperking aan te nemen. Dat is natuurlijk gewoon een stimulerende maatregel uh, voor werkgevers om eens te gaan kijken van, nou ja, goed, uh, hè, neem iemand aan die waar iets mee is en uh, die iets, die misschien wat extra behulp en begeleiding vraagt. Dus die participatiewet en wij... gaat voor mensen met autisme wel werken. Nou, het werkt nog zeer minimaal en erg langzaam. En wat wij ook zeggen is van ja, in de ICT begint nu echt inderdaad hè, dat, dat mensen ontdekken van ja, die mensen met autisme die, hè, die, die passen daar. Maar wij vinden dat moet gewoon veel breder door werkgevers gekeken gaan worden. En laten ze eens gaan leren van de initiatieven die er nu in de ICT al uh, gestart zijn. Wat zijn nou typisch met... beroepen waar mensen met autisme goed passen? ja ook daar moet je niet te veel generaliseren nee, maar dat dat, is dan kunnen we eigenlijk geen ja. uitzending maken want ja. ieder mens is anders nee. ja, voor jou maar er zijn veel mensen met autisme ja <laughs> maar we weten, we weten bijvoorbeeld uit het onderzoek van het Nederlands Autismeregister dat er ook heel veel mensen met autisme zijn die bijvoorbeeld heel goed zijn met dieren dus in, in, in de beroepen van de dierenverzorging zou je bijvoorbeeld ken, kunnen kijken in de uh, artistieke beroepen waar heel veel creativiteit gevraagd uh, wordt uh, kunnen mensen met dit autisme vaak heel goed terecht dat uh, uh, zijn gewoon dat zijn uh, wat ja, uit het onderzoek Onderzoek is gebleken dat dat vaak interessegebieden zijn die passen bij mensen met autisme. En de Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft ook een onderzoek gedaan dat er heel weinig mensen met autisme zijn die werk hebben. Het is dan bijvoorbeeld wel weer jammer dat ze zelfstandige ondernemers daar niet bij gerekend hebben. Want jij hebt al degelijk een baan. Ja, ik heb wel degelijk een baan en ik ken een hele hoop mensen met autisme die als zelfstandige ondernemer zijn begonnen. En het werken met mensen. Ik las ergens in een voorbereidend artikel op dit programma. Ik ben maar met computers gaan praten want die praten tenminste niet terug. Is dat toch ook nog een beetje stereotyp? Ik vind het heerlijk dat mensen terugpraten, dat is hartstikke fijn. En ik ken een hele hoop mensen met autisme die in dergelijke beroepen werken waar ze met mensen werken die autoverkoper zijn, of die bakker zijn, of die prostituee zijn... om maar een bommetje even te droppen. Maar mensen met oh ja? autisme komen in alle beroepsgroepen voor. En ja. mensen met autisme hebben ontzettend oplezen. veel humor. En hebben ja. heel erg veel... Ook generaliseren. er zullen vast autisten ah, zonder ja. humor zijn. Ja. Ja. Zeker, maar ja. het is zo dat mensen met autisme... heel erg veel behoefte hebben aan sociaal contact. Ja. En dat is zo schrijnend. Die 20.000 mensen, dat is een aantal, maar die bestaan... En heel veel van deze mensen zitten thuis. Dat zijn de 20.000 mensen met autisme in Nederland. Zonder of? werk. Zonder werk. Op HBO-niveau. Wat moet er nou gebeuren om zowel voor werkgevers als collega's van uh, mensen met autisme. om die mensen toch een goede plek op de arbeidsmarkt te geven, Jolie? Nou, ten eerste is die kennis heel belangrijk. Dat ze gewoon goed weten van uh, nou ja, waar moeten we rekening mee houden. Dat betekent ook maatwerk, hè? want maatwerk, we hebben het vaak genoeg gehad over dat ja, alles anders kan zijn. En ga is uh, schrik niet als iemand zegt van ik heb autisme, maar ga eens met diegene in gesprek. Goh, wat betekent dat als we jou aannemen? W waar moeten we dan rekening mee houden? En dan zul je merken in de praktijk dat het vaak maar hele kleine dingetjes ja, zijn. Maar... Bijvoorbeeld een andere werkplek die niet richting, uh, richting de deur is, waardoor constant allemaal mensen langslopen, achterlangs. Dat kan voor heel veel mensen al een wereld van verschil maken. Dat nou is toch simpel te realiseren. Als werkgevers iemand met uh, uh, autisme aannemen, maken ze dan extra kosten? Kost het extra energie? Of kun je gewoon zeggen, met een kleine aanpassing inderdaad zijn we er. We moeten, we, we ja, moeten ook je eerlijk je. zijn, want ja. kennelijk ja. is ja, het toch lastig. Het. Nee, ja. Dat laatste is het allerbelangrijkste. En als ik nog één ding mag toevoegen, Jolie, dan is het allerbelangrijkste, wees nieuwsgierig. Ja. Wees nieuwsgierig dan heb je een ongelooflijk leuk en interessant mens tegenover je. En dan krijg je openheid op je werkvloer en dat heeft ook invloed op de andere werknemers en dan zul je zo gauw de openheid is binnen die organisatie gaat je ziekteverzuim in je organisatie ook naar beneden. Dus dat is een meerwaarde. Ik ben ja. nog benieuwd naar één aspect dat ik uh, ook tegenkwam is speciale bedrijven die plekken inrichten voor mensen met autisme waar ze dan samen kunnen werken onder één dak. Moet je dat nou juist stimuleren? Of moet je daar toch wat voorzichtiger in zijn, Jolie? Nou, het zal voor sommige mensen met autisme heel plezierig zijn. Anderen zullen zeggen: van wij werken liever uh, gewoon tussen andere mensen die geen autisme hebben. Dus ook daar is weer het kwestie van maatwerk. En het is goed dat die plekken er zijn voor mensen die dat heel plezierig vinden. Maar uh, nou ja, ik denk dat de meeste mensen gewoon een plekje. Gewoon op de arbeidsmarkt, net zoals. Uh, Want reis, jij gaat voor speciale, of jij gaat voor acceptatie van mensen met autisme. Dat is dus eigenlijk tegenovergesteld aan een speciale plek voor mensen met ja, autisme. Ja, ik denk dat het voor sommige mensen nodig is. Maar waar we, willen we naartoe is participatie. Dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Dat iedereen zijn leven in kan richten zoals je wil. Zodat we samen één land zijn, één wereld. Nou, daarvoor moet je geen speciale plekken gaan maken. Het is duidelijk. Ik dank je voor je aanwezigheid. Gijs Horvers, ervaringsdeskundige en coach. Jolie Luijks, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. En Peter van Hofwegen, oprichter van ITVT.